naartoe. Zo, we zitten in de auto, we gaan een stukje rijden, want van 10 uur werken per dag, elke dag, word je wel heel erg moe natuurlijk. De omgeving is natuurlijk hetzelfde, dus we gaan eventjes ergens anders heen. Hoe lang is het rijden? 2,5 uur. 2,5 uur rijden. We gaan naar Devil's Tower. Bumpy ride. Ja, kusje. You went there. Het is geen vulkaan wat het wel een beetje lijkt, maar het is een magmatische intrusie. En het houdt eigenlijk in dat dit onder de grond is gevormd en later is de rest eromheen weggeërodeerd. En daarvan liggen de stukken hier. Dus het is allemaal dieptegesteente. Vandaag gaan we een dagje naar het Black Hills Instituut. Dat is eigenlijk de tegenhanger van Naturalis. En dan gaan we ook een kijkje achter de schermen nemen. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal gaan zien. Het is één hele kleine zaal. Maar moet je kijken, ze zijn helemaal volgestopt met dinosaurussen. Nou, dit is de welbekende tegenhanger van onze Trix. Stam. Ook heel compleet. Een super gaaf skelet ook. En daar hebben we hem hoor, de Triceratops. Zo moet er dus ook eentje bij ons in het museum komen te staan. We zijn hier in de werkplaats van het Black Hills Instituut. En hier wordt dus aan onze Trix gewerkt, onze T-Rex. En het ziet er echt fantastisch uit hier. Dus een deel van het skelet staat er al. We zijn nog hard mee bezig. De staart is ook al af, maar die zit er nu niet in. En ze zijn ook met de kop bezig. En hierachter zijn ze bezig met het been. Het is echt in goede staat. Stukjes die missen, zoals hier, dat wordt opgevuld. Maar het grootste gedeelte is echt. Dit is het bovenbeen, de femur. En dit is een tibia, dat is het onderbeen. En je ziet dat deze doormidden is. Maar er wordt gewoon gelijmd. Dit is de painting room. Hier worden alle stukken die we niet gevonden hebben, dus die we hebben bijgemaakt, geprint, worden ze geschilderd. Zodat ze goed bij het skelet passen. Nou, hij krijgt nu hele mooie gele stippen. Oh, er komen witte stippen bij. Maar dat doen ze natuurlijk om uiteindelijk te mengen. En uiteindelijk krijg je dan een wat echtere kleur. Krijg je meer dit. Dit zijn de eerste nekwervels van de T-Rex. En wat je nu heel goed ziet is dat deze handjes grijpen in de wervel die daarvoor zit. En zo zijn ze dus allemaal heel mooi achter elkaar geschakeld. Nou, je ziet op de achtergrond dat ze bezig zijn met de schedel. Het is super vet om dit te zien. Het moet eind augustus in Nederland zijn. Dus het gaat de goede kant op. We hopen dat alles op tijd aankomt. Maar het ziet er echt al fantastisch uit dit. I've been sitting alone, digging up bones.